Zakaria Labiat is pas 16 jaar en een groot talent, maar moet nog groeien. En die kans krijgt hij van Fred Rutte. Wekelijks mag hij op regelmatige basis meetrainen met het eerste. En dat is te combineren met zijn school. School heeft contact opgenomen met PSV. Dan hebben ze een aparte rooster voor me gemaakt. Dat ik hier ook kan trainen en voldoende op school zit. En hoe combineer je dat dan? Hoe gaat dat in zijn werk, in de praktijk? Trainen in de ochtend hier en middag naar school. Dus eigenlijk moet je zo meteen weer weg? Nee, op vrijdag ben ik de hele dag hier. Afgelopen zomer was er een belangrijk moment voor de hele familie Labiat. Zakaria tekende een contract dat hem voor 3 jaar aan PSV verbindt. Het is de eerste beloning voor het grote talent uit Utrecht. Ik voel een amateurclub in Utrecht, genaamd Elinkwijk. Heb ik een jaar gevoetbald en toen ben ik gescout op PSV en meerdere clubs. Heb ik bewust gekozen voor PSV, omdat ik hoorde dat het een hele goede jeugdopleiding is. En ik voetbal hier al 6 jaar, vanaf de D2. En hoe ging dat dan, vanuit Utrecht op en neer hier naartoe? Ja, 4 keer per week in de D2. Toen werd ik opgehaald door een privéchauffeur met meerdere jongens die ook in Utrecht wonen. En vanaf de D1 moest ik met eigen vervoer, met de trein en bus. Dat is behoorlijk wat voor een kind eigenlijk nog, hè? Ja, klopt. Het was wel even wennen, vroeg opstaan. 6 uur in de ochtend opstaan en je bent weer 8 uur thuis. Ja. Hoe ging dat thuis? Ja, ze zagen me weinig, vonden ze wel jammer, maar ja, ik deed ergens voor om profvoetballer te worden. Dat accepteerden ze ook thuis. Labiat laat van zich horen in het A1 jeugdelftal, zoals hier tegen Real Madrid in de Otto Cup. Daarna ging het steeds sneller. De beloning kwam er in augustus, toen hij mee mocht met het eerste elftal naar Israël voor de Europacup wedstrijd tegen Bnei Yehuda. Ja, je bent 16. Niemand verwacht dat je er dan bij zit. Dan krijg je ineens een telefoontje dat je selectie toegevoegd bent. Dat is heel mooi. Wat heb je daar geleerd? Ja, je moet zelfstandiger zijn. Je moet goed als team werken. En veel accepteren wat iemand tegen je gezegd. Hij heeft eraan mogen ruiken, maar het moet nog allemaal beter. Labiat weet precies wat hij wil. Ik kan zowel aanvallen als verdedigen. Ik ben overal inzetbaar op het veld, behalve keeper. Wat zijn jouw punten die je zou moeten verbeteren? Het linkerbeen moet nog beter, koppen moet beter en concentratie moet nog veel beter. Zelfkritisch en zelfbewust, zo mogen we hem wel noemen. Zakaria Labiat. Deze dagen speelt hij met het Nederlands elftal onder 17 het WK in Nigeria. En ook dat is een stap in de goede richting.